best wel spannend om voor zo'n grote zaal met meer dan 300 mensen een presentatie te geven. Maar eigenlijk is het overbruggen zelf misschien nog wel veel spannender. In de herfst vorig jaar, in juli, ben ik 3 maanden naar Amerika geweest op een staff exchange. Om 3 maanden bij de Army Corps of Engineers mee te kunnen lopen. En toen ik uiteindelijk, ik vond het altijd een super goed idee, super spannend. Maar toen ik uiteindelijk in het vliegtuig zat, toen dacht ik, jee, waar ben ik nou eigenlijk aan begonnen? Ga ik nou mijn vrienden, mijn familie, iedereen achterlaten om eigenlijk voor mijn werk om iets meer of een andere blik op waterveiligheid te leren? Is het dat wel waard? Dus ik zat bijna met tranen in mijn ogen, want ik hou eigenlijk ook wel niet van vliegen, in dat vliegtuig. Dus overbruggen is niet alleen, oh, dat ga je even doen, maar eigenlijk is het ook wel een persoonlijke overbrugging om zoiets te gaan kunnen doen. En daar zou ik graag iets met jullie over willen vertellen, wat ik daar heb gezien. Waarom ik daar eigenlijk naartoe ging. Rijkswaterstaat heeft al ongeveer 10 jaar een Levy Safety Partnership, zoals we dat noemen. Met de United States Army Corps of Engineers uit Amerika. En sinds 3 jaar ook met de Engelse Environment Agency erbij. En daar wisselen we eigenlijk onderzoek uit, wisselen we best practices uit. We reviewen belangrijke documenten van elkaar. En misschien nog wel het belangrijkste is dat we altijd een frisse, toch een kritische blik op elkaar kunnen geven, zonder dat er nou heel veel belangen bij zitten. En binnen die samenwerking zijn ook soms langere termijn staff exchanges inbegrepen. En zo stond Jason niet een paar jaar geleden hier ook op het podium, die toen ook een jaar in Nederland is geweest. En nu zal ik iets vertellen over mijn ervaringen daar. En dat hele Levy Safety Partnership, dat is eigenlijk begonnen in 2005, ik denk dat iedereen hier in de zaal het wel herkent. New Orleans was geraakt door Hurricane Katrina, bijna 2000 doden, 50 dijkdoorbraken die daar zijn plaatsgevonden. En als je die mensen daar spreekt, ik ben er ook geweest, dan maakt dat toch wel, komt in één keer heel dichtbij als je de persoonlijke verhalen daarvan hoort. Er was een collega daar die zei, nou, ik heb meer dan een jaar lang, eigenlijk meer dan 12 uur, 13 uur per dag gewerkt. Daarna kwam ik thuis, heb ik nog 3 uur lang mijn eigen huis moeten opbouwen. Dan kon ik eigenlijk weer gaan slapen en dan weer door. Terwijl ze tegelijkertijd heel erg veel kritiek in de media over zich heen hebben gekregen. En nu heeft hij zijn eigen huis opgebouwd met een huis op palen. Maar dit was wel ook de start van het hele, eigenlijk een nationale aanpak voor waterveiligheid in Amerika. Want tot op heden hadden ze geen groot nationaal programma en ook geen nationaal beeld van waar liggen nou eigenlijk de hoogste risico's. Maar waar gaat het nou eigenlijk over die dijken in Amerika, om even een kort perspectief op te bieden. Ze hebben, de Army Corps zelf beheert ongeveer 15% van alle dijken daar. En dat is eigenlijk een vergelijkbare hoeveelheid kilometers als onze primaire en secundaire keringen samen. En er wonen ook eigenlijk een vergelijkbaar aantal mensen achter die dijken. Alleen een groot verschil is dat het in Amerika misschien 1% van het land is wat door die dijken wordt beschermd, terwijl het bij ons meer dan 60% is. En een ander heel groot verschil is dat wij gelukkig eigenlijk te maken hebben met nu 23 beheerders, maar dat de Army Corps onder zich eigenlijk meer dan 600 verschillende beheerders heeft die eigenlijk het beheer en onderhoud van die dijk doen. En dat zijn staten, dat zijn counties of steden die soms wel professioneel zijn, soms wat minder. Maar dat zijn ook boeren of zelfs ook indianenstammen. Dus zij zijn heel erg afhankelijk van hoe zij hun beheer en onderhoud doen. Terwijl zij daar wel een soort nationaal programma over moeten uitrollen. Een van die beheerders die heb ik ook mogen ontmoeten, daar ben ik erbij langs geweest. En dat zijn de dijkbeheerders van het plaatsje Sunbury. Dat is een klein plaatsje, ongeveer 10.000 inwoners in de staat Pennsylvania. Ik vond het een heel mooi voorbeeld, een inspirerend voorbeeld, omdat er eigenlijk geen enkele andere managementlaag of wat dan ook komt kijken bij hun werk. Ze zijn met z'n drieën en met z'n drieën beheren ze de dijk om hun eigen dorp. Waardoor ze zich ontzettend verantwoordelijk voelen voor het werk wat zij ook doen. Ongeveer 20 jaar geleden heeft het water er namelijk wel tot boven het hoofd van de jongen gestaan. En zij zeggen echt, als die dijk doorbreekt, dan is het mijn schuld. Dus daarvoor sta ik
elke dag sta ik gewoon op, ook al is het 10 jaar lang niks gebeurd, om toch die dijk fantastisch op orde te houden. En dat doen ze ook eigenlijk alles. Ze winnen een eigen belasting in het dorp. Ze plannen de calamiteiten, ze doen het beheer en onderhoud. En dat doen ze ook echt op een fantastische manier. Want hieronder, wacht, ik heb zo'n pointer. Die? Dat is een prachtig opgeruimde coupure. Ze hebben 6 extra scheppen liggen en 6 extra hesjes. En er kan echt niks misgaan. Prachtig onderhouden dijk. Ze hebben hun eigen golfkarretjes gebouwd met lampen op het dak, zodat ze ook 's nachts over die dijken kunnen gaan rijden. En daarmee beheren ze ongeveer 4 kilometer dijk, 2,5 kilometer keerduur, een aantal coupures en een aantal pompen. Maar ja, als dit een van die dijken is, hoe erg of hoe goed of hoe slecht is deze dijk nou ten opzichte van alle andere 1500 dijksegmenten waaruit die aantal kilometers van de Army Corps bestaat? Want dit is niet de enige dijk. Je hebt bijvoorbeeld ook hele grote stukken met keermuren, deze enkele meters hoog, die de Mississippi-rivier binnen zijn oevers moet houden. Je hebt ook gewoon de groene dijken, dit is een dijk in Oklahoma, waar meteen ook hele arme mensen achter die dijk wonen, die eigenlijk niet weggaan als ze een melding zouden krijgen. Dus waarbij de consequenties bij een doorbraak wel heel groot kunnen zijn. Je hebt ook weer andere coupures die eigenlijk alle belangrijke gebouwen in Washington D.C. droog houden. Maar het grappige was, toen ik hier was, toen heb ik nergens die deuren van die coupure kunnen vinden. En je hebt ook weer de hele droge dijken in Californië, die eigenlijk maar een paar dagen of eigenlijk afgelopen maanden maar belast worden. En het grootste deel van de tijd gewoon droog staan, waar ze heel erg veel droogteproblemen hebben. Daarvoor zijn ze eigenlijk na Katrina, hebben ze dus het dijkveiligheidsprogramma gestart met een visie, met één duidelijke planning. Dit plaatje komt ook uit die tijd. Dat ze laten we eerst eens beginnen met inventariseren van welke dijken hebben we nou allemaal. En daar een eerste inspectieronde op dezelfde manier mee te gaan doen. En die resultaten uit de inspectie kunnen ze al kijken welke zijn nou het meest urgent. Daar kunnen we mee door met een verdieping, als een soort een verdiepende risicoanalyse, wat je zou kunnen vergelijken met onze toetsing. En kunnen we de kennis die we eruit halen ook communiceren met de burgers en daar ook weer ons beheer- en onderhoudsplan op aanpakken. En dan vervolgens door te gaan met, oké, we kennen nu beter de staat van de keringen. Hoe kunnen we dan ook deze keringen gaan aanpakken gericht op risico's? En voor vandaag, want het is toch de kennisdag, inspectie waterkeringen, zou ik graag willen ingaan over hoe zij nou die inspecties hebben aangepakt. Ze zijn toen eigenlijk begonnen met het opstellen, een jaar of 10 geleden, met een lijst van ongeveer 125 verschillende criteria waaraan een dijk zou kunnen falen. Een voorbeeld hiervan is piping. En die moet eigenlijk een segment van ongeveer 200 meter wordt dan bekeken en wordt er een rating gegeven over hoe scoort die op piping. Is dat een acceptable, is het een A'tje, een minimally acceptable, een M'tje of een U'tje, unacceptable. Ze hebben allemaal heel uitgebreide beschrijvingen en plaatjes, vergelijkbaar hoe wij dat hebben, wat die A, die M of die U dan ook zou moeten zijn. En toen ze eigenlijk klaar waren met het inspecteren van die 1500 segmenten, kregen we eigenlijk het volgende resultaat. 0,01% was acceptable. Dus dan kan je denken, ja, hoe komt dat nou? Liggen die dijken er nou zo slecht bij? Die dijken van Sunbury die zagen er op zich ook niet zo slecht uit. Maar dat kwam eigenlijk door het criterium, wat betekent acceptable? Want je kreeg eigenlijk pas een acceptable als je aan alle 125 criteria van die lijst een A'tje had. Dus als ik nu hier in de zaal zou vragen aan de beheerders, wie zou op 125 faalmechanismen een A'tje kunnen scoren? Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar of iemand daar zijn hand voor durft op te steken. Nou, dat is dus ook niemand. Dus ja, ze zijn daardoor bedacht. Maar ondanks dat ze dit al wel zagen aankomen en die conclusie al twee jaar na het opstarten hadden getrokken, hebben ze wel eerst het hele programma afgemaakt voordat ze een nieuwe aanpak zijn gestart. Dus nu, in 2017, zijn ze ook inderdaad bezig naar een tweede inspectieronde om het resultaat weer te gaan verbeteren. Dus, maar ik vond het mooi dat ze het eerst wel hebben afgemaakt, wel veel met de informatie die de inspectie heeft opgeleverd konden gaan doen, voordat ze weer alles gingen omgooien.
En binnen die nieuwe inspectieronde zijn een aantal dingen aangepast, veranderd, waarvan ik er eigenlijk eentje wil toelichten, want anders lopen we, denk ik, ben ik bang dat we uit de tijd gaan lopen. En dat is dat ze een onderscheid hebben gemaakt in primaire en secundaire items van die dijk. Waarvan eigenlijk een primair item betekent dat het essentieel is voor de prestatie van die kering. En als je niet zou ingrijpen, dat het echt wel zou leiden tot falen van die kering. En de secondary items is dan eigenlijk al het andere. Dus het is eigenlijk al richting naar iets meer risicogestuurd inspecteren. En hoe dat dan anders gaat. Die primary items, bij dijken is dat vooral piping, macrostabiliteit of erosie. En bij keermuren, die ze daar eigenlijk heel veel hebben, die wij niet zozeer kennen, is dat, zijn dat ook piping, verzakking, vervorming en erosie, wat de belangrijkste punten zijn. Kijken ze eigenlijk nog een beetje naar de oude systematiek. Als alle observaties een A'tje krijgen, dus goed zijn over de 200 meter dijk, dan krijg je een A'tje. Als er geen U'tjes zijn of geen unacceptable zijn, krijg je nog steeds een M'tje. En als je één of meer observaties een U krijgt, krijg je een unacceptable. Dus eigenlijk een beetje de oude aanpak. Een voorbeeld daarvan is macrostabiliteit, waarin ze dan ook, net als de oude aanpak, eigenlijk criteria hebben. Wanneer krijg je dan een A, een M of een U en hoe ziet dat er dan uit? Die definities hebben ze wel veel verder aangescherpt en veel specifieker gemaakt op basis van de ervaringen uit de eerste inspectieronde. En als we dan doorgaan naar... En wat ik ook eigenlijk opvallend vond, is dat ze eigenlijk historische events heel erg meenemen in de beoordeling van hun inspectie. Dus naast hetgene wat ze visueel zien, gaat het ook om de historie wat ze hebben meegemaakt met die dijk. En om terug te gaan naar die secondary items, dat waren dus eigenlijk wel faalmechanismen die waarschijnlijk niet direct gaan leiden tot het falen van de dijk als je daar niks aan doet. Daar zijn ze dus een stapje soepeler in geworden. En hebben ze één woord toegevoegd die je ook overal terug ziet komen, het woord significant. En dat, met dat woord significant, wat het nou, dat betekent eigenlijk dat de keuze, is het significant of niet, ligt eigenlijk bij het districtshoofd of het hoofd van de divisie. Van hun gebied. Die beoordeelt, als het een twijfelgeval is, zullen we daar toch een A'tje of een M'tje geven, want we hebben toch een aantal M'tjes, maar ze vallen wel mee. De definitieve keuze daarvoor ligt eigenlijk bij de districtshoofd, die dus heel erg inhoudelijk ook betrokken is en uiteindelijk ook die verantwoordelijkheid neemt. Dus hier wordt het een beetje schimmiger, maar omdat het ook niet direct tot falen van de kering leidt, is het ook wat iets meer op risico's gestuurd. Dus dat acceptable kun je krijgen als je een aantal emmertjes hebt, maar die niet zo erg zijn dat het risicohoofd nog wel rustig kan gaan slapen, laat ik maar zeggen. En een unacceptable krijg je eigenlijk als je toch één of meer U'tjes hebt, die het districtshoofd toch wel significant erg vindt, dat hij niet meer kan of een nachtmerries krijgt. Dus het is eigenlijk een beetje de tweede aanpak. Een voorbeeld daarvan is spoorvorming, die zij dan als een van die items zien. Weer met een definitie erbij, waarvan een veel uitgebreidere beschrijving ook bestaat. En een aantal plaatjes daarbij ter verduidelijking. Een voorbeeld hoe dat dan er eigenlijk uitziet op een stuk dijk. Hebben ze op een stuk dijk voor macrostabiliteit drie observaties gedaan waar iets aan de hand was. Een A'tje, een M'tje en een U'tje hebben ze daar gevonden. En voor spoorvorming hebben ze een secondary item, hebben ze zeven observaties gedaan. Veel M'tjes, één A'tje en een U'tje. Vanuit macrostabiliteit zou je zeggen, nou, dat wordt dus een U. Een unacceptable, want er zit eentje bij die echt niet goed is. En vanuit die secondary wordt het al wat schimmiger, maar verwacht ik, omdat er maar één U'tje is, dat het de districtshoofd misschien wel zegt, nou, dan krijgt hij toch een M. Maar de totale rating van het hele segment is die U uit die primary toch wel weer doorslaggevend. Dus dit is eigenlijk een van de dingen die daarin zijn aangepast en toch iets meer richting risico gestuurd inspecteren is gegaan.
Nou, ik ben er ook bijna, dus dat komt goed uit. Dus daar zijn ze nu zijn ze bijna klaar met het ontwikkelen van heel die nieuwe aanpak. Ook een andere manier van documenteren hoort daar dan bij. En daarvoor zijn ze nu ook bezig met het ontwikkelen van opleidingen parallel aan het afmaken van de nieuwe aanpak. We zijn ook als in Nederland gevraagd om mee te komen kijken bij hun trial van de oefening van de opleiding. Er zitten een aantal mensen hier in de zaal van twee van de Rijkswaterstaat en twee van de waterschap volgens mij, die volgende maand ook naar Amerika gaan om de eerste versie van die cursus te gaan volgen. Dus zo wordt ook wel weer onze kennis gebruikt om hun eigen cursus weer aan te scherpen. Dus dat is ook wel weer een mooi voorbeeld van overbrugging. Ik hoop niet dat zij ook bang zijn voor vliegen, maar ze zijn eigenlijk met elkaar, dus dat zal ongetwijfeld goed komen. Er zal ook weer een laatste reviewronde komen en vervolgens gaan ze dan met een nieuwe aanpak weer inspecteren. En dan kunnen ook weer de heren uit Sunbury weer een betere inschatting, een beter gevoel krijgen van nou, hoe goed doen we dit nou eigenlijk ten opzichte van al die andere keringen in Amerika. En kunnen ze ook weer meer informatie uit hun eigen inspecties halen dan uit de vorige aanpak. Nou, wat qua lessons learned, wat zijn nou eigenlijk de belangrijke dingen die ik tijdens mijn overbrugging heb geleerd? Nou, wat ik heel mooi vond is dat toch geeft mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Die drie mannen uit Sunbury zal ik eigenlijk nooit vergeten dat die elke dag opstaan. Omdat zij echt zeggen, nou, als ik dat niet doe, dan is het straks mijn schuld als die dijk straks doorbreekt. Gisteren is het daar bij de zorgplichtdag ook een beetje over gegaan. Maak mensen echt verantwoordelijk voor hetgene wat ze gaan doen. En dan krijg je daar ook gewoon heel veel voor terug. Het tweede, hou je vast aan je visie, ook al weet je misschien dat het niet helemaal perfect is de eerste keer. Maar maak het ook gewoon eens af voordat je weer iets nieuws gaat starten. Wees ook niet bang om hele grote dingen te gaan veranderen, want zo'n nieuwe inspectiemanier, het introduceren van de nieuwe normen is hier ook heel spannend en vraagt ook om een goede implementatie. Maar dat zal straks hetzelfde zijn voor een inspectiemanier die zij straks ook moeten gaan uitrollen in het land. Dus wees daar ook niet al te bang voor. En zorg altijd voor dat je je frisse en kritische blik van buitenaf organiseert voor jezelf. Want dat is ook gewoon ontzettend waardevol. Mensen komen altijd weer met dingen waar je zelf eigenlijk nooit aan had gedacht. En misschien het belangrijkste, als je wilt overbruggen zelf, ook vandaag. En heeft ook een beetje lef nodig. En soms denk je, oh, waar ben ik ook eigenlijk aan begonnen? Of sta je met de trillende benen weer ergens voor klaar? Maar uiteindelijk levert het wel ontzettend veel op. En heeft het voor mij, voor de rest eigenlijk van mijn leven, een heel ander beeld voor waterveiligheid geven. Wat mij altijd inspiratie zal geven. Dus ik wil eigenlijk ook aan jullie vragen, wat zou het voor jullie kunnen opleveren om eens een dag bij een heel andere netwerkbeheerder of een ander waterschap of een ander land misschien een keer een kijkje in de keuken te nemen. Want ja, ik heb daar gewoon zelf ook ontzettend veel van geleerd. Dankjewel. Dankjewel Vera. Blijf nog even staan. Want er zijn misschien wat vragen uit de zaal. Je stelde zelf al een vraag waar je misschien nog een antwoord op wil. Ja. Dus laten we daar maar eens even beginnen. Zal ik dan met de microfoon hollen? Volgens mij loopt er iemand met de microfoon. Julius, je hebt een microfoon, hè? Oh, wat je wil. Dus de vraag van Vera. Wie denkt iets te kunnen leren van een ander? Dat is eigenlijk je vraag, hè? Ja. Wie nou, gaat er morgen bij? Dat zouden 300 vingers moeten zijn. Niemand. Toch? Want daarom zitten die mensen hier. Nou, wie wil die cursus doen? Niemand. Niemand. Eén. Twee. Voorzichtig. Ja. Nou. Nou, stellen we die vraag aan het einde van de dag nog een keer. Ja. En overigens hoor ik ook, Vera, dat je met de Environmental Agency, dat is in Engeland, hè? Ja. Daar kun je ook, hoef je niet te vliegen. Misschien zijn er heel veel mensen die fear of flight hebben hier. Gewoon met de tunnel. Ja, met de trein, ja. Ik had nog wel een vraag aan jou. Je hebt je lessons learned, hè? Die heb je uit die trip meegenomen. Wat van die vier lessen popel je nu zelf om hier toe te passen? Oh, dat ben ik telefoon uitzetten. Oh, dat was mijn timer.
stoppen. Heel dat goed. Is de moeder, hoe ging het? Welke van die? Dankjewel. Het is... Sorry. Goed. Ja, ben je een keer sidekick? Dan, Snel terug naar de inhoud. En je zegt vier dingen. Welke pas je nou zelf toe in je eigen werkpraktijk? Ja, dat is een goeie. Ik denk wel, misschien wel ook het mensen hun eigen verantwoordelijkheid te laten geven. En dat ook proberen los te laten. Niet invullen voor een ander. Niet overpakken. Nee. Okay. Hey, en wat heb je in Amerika gezien waarvan je zegt, nou, dat zouden we echt morgen hier ook moeten doen? Ik denk dat het ook, ze zijn er ook heel erg veel bezig met het communiceren van de risico's naar de burgers toe. En ik denk dat ook als je ziet als de serie Als de Dijken Breken, dan denken mensen, oh, kan dat hier eigenlijk echt gebeuren? En daar hebben zij eigenlijk veel meer aandacht voor het communiceren van de risico's. Wat moeten ze doen als het misschien een keer misgaat naar de burgers toe? En krijgen daar een veel grotere rol in dan dat ze altijd hebben gehad. Ze waren ook een oude club van ingenieurs die vooral zich op de techniek van die dijk focusten. Maar nu zien ze ook dat wil ik de risico's verkleinen, gaat het ook om het verkleinen van de consequenties. En zorgen dat mensen op tijd het gebied verlaten en weten wat ze moeten doen. Ja, dus maken ze ook hele grote stappen in. Ja, dus ook daar mensen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid vanuit de risico's die er altijd nog overblijven. Nou, dat is wel iets wat we zo kunnen doen. Mag ik misschien ook nog een vraag stellen? Want je zei, kan niet alles behandelen, dus je focuste op de inspectie. Heel interessant om dat te zien. Maar zit er ook nu een programma achter om het te realiseren? Om de dijkverbeteringen, zoals wij het hoogwaterbeschermingsprogramma hebben. Ja. Wat in de tijd is gezet, waar budgetten hopelijk ook voor zijn. Ik weet niet of Trump al iets heeft gezegd. We're gonna build great levees. Really? Dat ben ik nog niet gehoord. Maar, kun je daar iets over zeggen? Hoe zich dat verhoudt? Hoe het eigenlijk altijd ging en hoe het eigenlijk nog steeds wel een beetje gaat, is dat het ook een stukje politieke lobby is van een staat of van een stad om geld bij los te krijgen. En een versterking daar betekent eigenlijk altijd dat een deel van het geld altijd uit de eigen gemeenschap moet komen, of de eigen staat of de eigen stad. Zoals in stad. Sunbury, daar halen ze het geld gewoon op. Ja. Maar ook bij een versterkingsproject. En dan het tweede deel wordt dan eigenlijk bijgelegd vanuit het land zelf. Dus je ziet dan ook wel weer, wat dan heel gek is voor ons als Nederland, is dat arme gebieden die achter een dijk liggen, gaat een stadsbestuur eigenlijk niet prioriteren in hun financiën. Dus zal er ook nooit wat aan die dijk gebeuren. Want als je het eerste deel zelf niet op kan hoesten als stad of staat, dan zal de overheid ook het tweede deel niet bij komen leggen. Dus dan, dat vond ik daar wel heel erg om te zien. Dus, maar ze zijn dan nu wel bezig om te kijken, als we straks een beter beeld hebben van de risico's, de hoogste risicokeringen, kunnen we toch ook een bepaald budget, kan de Army Corps een bepaald budget krijgen van het land, om iets meer zelfsturing te krijgen in het prioriteren van de versterkingen. Nou ja, we horen dat de huidige administratie daar nogal twijfelt of er wel zoiets is als klimaatverandering. Ja. Dus dan zou je kunnen denken van, nou ja, dan ook zijn maar die dijken ook niet erbij nodig. Maar zo heb je het niet ervaren. Ze denken inderdaad wel in het midden van het land dat dat klimaatverandering allemaal wel meevalt, maar zeker aan de kust nog zeker wel. Ja. Ja. Dus dat wordt eigenlijk gewoon nog spannend, de komende vier jaar. Zeker. Ja. Vera, dankjewel voor je verhaal. Ook leuk je persoonlijke inkijk. Was er een vraag? Ik zie nog mevrouw Maanhout, zie ik. Ik ken iedereen hier in de zaal. Mevrouw Maanhout. Mevrouw Maanhout wil iets vragen. Mag zij een microfoon? Ga maar even staan als je wil. Wie ben je en wat vraag je? Agnes voor Intimi. ik ben van Wateropleidingen en van het opleidingsprogramma INNW, Nieuwe Normering. Heb ik eigenlijk een vraag. Het gaat hier over bruggen. Je hebt aangegeven dat er in de Verenigde Staten zo'n 600 organisaties werken op het gebied van dijkinspectie. In Nederland 23. De samenwerking in Nederland is natuurlijk behoorlijk intensief. Zie hier, zie ook bijvoorbeeld naar de
inspectiecursussen. We hebben een platform inspectie. Hoe is die samenwerking, die overbrugging in de Verenigde Staten geregeld? Eigenlijk die 600 beheerders, sommigen die doen echt eigenlijk helemaal niks met hun dijk. En sommigen zijn ontzettend professioneel, die hebben echt wel een levy board mee bezig. Dus daar zit heel veel verschil in. En dan is het eigenlijk de rol van die Army Corps om die verschillende beheerders ook op te leiden, te voorzien van informatie, zodat zij hun werk goed kunnen gaan doen. Dus daar hebben zij best wel een rol naar al die verschillende beheerders toe. En dan die dijkbeheerders uit Sunbury, die wisten ongeveer een jaar of 10 geleden zij helemaal niks van dijken. En dan hebben ze zichzelf eigenlijk opgeleid met hulp van en informatie van die Army Corps. Dus daar heeft vooral ook die Army Corps een belangrijke rol in om dat te doen. En om hun aan te moedigen hoe zij het werk het beste kunnen gaan doen. Dus daar is vaak, als de Army Corps en zo beheerder een goede relatie met elkaar hebben, gaat dat heel goed. En soms hebben ze ook een wat minder goede relatie en dan gaat dat soms ook wat minder goed. Oké, dankjewel. Chapeau voor het platform Inspectie Waterkeringen, die rol in Nederland al heeft uitgevoerd. Om de universiteit. Jij wil iets exporteren, hoor ik. Ja. Misschien kunnen jullie in de pauze nog even verder van gedachten wisselen hierover. Ik wil Vera heel erg bedanken. Geef haar een applaus. Ja.